Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik probeer niet in het zonlicht te staan, maar dat is onmogelijk. Oh, hier. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandagochtend en ik ga naar de Bijenkorf. Ik heb een personal shopping afspraak voor outfits, dus ik heb er echt mega veel zin in. Voor London Fashion Week, waar ik vrijdag naartoe ga. Moet je optillen? Optillen. Heb jij nog wat te vertellen? Zeven. En ja, dus ik ga alles laten zien. Vind ik leuk. Dan wordt het een soort van pas op je shoplog weer, denk ik. Zeven. Kusje? Kus? Ik heb Sander. Zo ver mee te gaan. On our day of fun. You excited? Super excited. Then I am excited. Wat voor dag is het vandaag? Maandag. Zo jammer dat ik niet kan schreeuwen in de taxi. Voor mij mag ik. Maandag! Kijk, zijn we allemaal gemotiveerd. Thumbs up, als je voor Sander's geschreeuw bent. We gaan in de Bijenkorf. Oh, die jas vind ik zo leuk met die van Marlene Berger. De winkel is nog niet open. Waarom ben je zo buiten adem? Oh, omdat ik een slechte conditie heb. Leuk is die. Oké. Oké, we zijn aangekomen in de Personal Shopping Lounge. Je kan dus gewoon bellen en een afspraak hier boeken. En het ziet er echt zo nice uit. Oh, mooi roze. Dit is toch echt dream. Heb ik hetzelfde aan als gisteren? Ja, ik het wel. Ik heb deze aan. Hier woon ik echt in. Dit Levi's pak. Dit shirt. Die heb ik trouwens bij de Bijenkorf zelf gekocht laatst. En Mochi schoenen. Ja. Ah ja, en oorbellen. Ik hoop dat ze er nog zijn. Ik had hiervan niet zo heel veel ingekocht. Deze oorbellen. De gold ones. En al mijn eigen sieraden. Het is zo cool om nu eindelijk te zeggen. Nou, 8 uur later. En we zijn eruit. Eigenlijk ken dat. Ik heb deze trui onder andere gekozen. Ik zou even wat linkjes zetten. Deze acne trui. Deze acne top. Deze schoenen, hoe leuk zijn die? Die had ik bij die Cosmo shoot ook aan. Levi's. Deze Tommy's trui. How amazing. Ik zal deze onderlinken, want die ga jullie sowieso willen kopen. Ja, nou, dat zit eventjes voor nu. En dan ga je... dan ga ik voor jou, koop ik 200 rode rozen. En die hou je dan vast in je arm. En dan doe ik zo. En dan maak ik een Instagram-foto voor Valentijnsdag. Serieus? Maar zo is mijn leven dus, hè? Ja, ik ga dus niet je leven bedoel... is nee, ja, nee, mijn leven is gewoon fake. Zij zegt gewoon, dit ga jij morgen doen. Zielig, hè? Dat ga ik helemaal morgen niet doen. Ja, we hebben trouwens van wel dat ik dat ga doen. Hey, maar wij zijn in Amsterdam, wij lopen op het Rockin. Wij lopen nooit op het Rockin. Nou, we lopen trouwens op het Damrak. Ja. Maar, ik noem het zelf ook wel zich wel het verlengen van de Rockin. Tussen toeristen. Tussen toeristisch. En dat is ook wel eens leuk, vind ik. Wat vind jij? Eigenlijk, dat ik het ook wel eens leuk vind. Ik vind het heel leuk. Ik vind het sowieso heel leuk om met jou te wandelen. Ja. Het is wel leuk, hè? Zo'n, We gaan naar het Art Hotel. Dat doen we eigenlijk nooit, je hebt wel gelijk. Twee wandelen. Echt nice. Hey, we gaan naar het Art Hotel. Ja. Want dan gaan we een opdracht doen. Dan gaan we overnachten ook binnenkort en dat gaan wij filmen. En dat is zo tof. Want ik vind veel dingen leuk. Maar overnachten in je eigen stad in een hotel. Ik heb dat nog nooit gedaan. Is zo leuk. Super leuk. Want dan leer je dat weer zo'n andere manier kennen. Ja. Ik kan het iedereen aanraden. Als je je liefdesleven weer een kleine boost moet hebben. Bing bong bing. We zijn thuis en ik heb gekookt. En Olivia moet huilen omdat ze niet hetzelfde mag eten als ons. En check deze delivery out. Oh my G. Had je het al gezien? Ik ga direct Bibi bellen. Had je nog niet gezien? Nee. Lekker hè? Oh my god, waarom zie ik dat niet? Waarom zie ik dat nu pas? Lekker hè? Wel heel lekker. Heb je het al op? Ja, ik heb er al 2 op. Oh my god. It's my Valentine's present for you. Oh.
Wat zei ze? It's my Valentine's present for you. Oh, thanks. Like if I wasn't excited enough. Thank you. Wil je wat drinken, Olivia? Kijk eens. Dit heb ik gekookt. Ik moet het even door elkaar husselen. Mijn Mexicaanse salade. Met avocado, jalapeno's, kippetje, ijsbergsla, churroom en cherry tomatoes. Wat vind je van deze salade? Ik vind het dus super lekker. Ik ook. Je zorgt wel heel goed voor jouw vent vandaag, dat is goed. Vandaag? Altijd, maar ik bedoel vandaag extra. Nou, mooi. Lekker, thank you so much. Jog welkom. Hey guys, good morning. Het is dinsdagochtend. En ik heb Olivia naar de crèche gebracht. En ik ga nu even snel mijn nagels laten doen. Daar wordt niks op. Dan heb ik een lunchafspraak en nog een afspraak. En dan ga ik foto's maken voor Valentijnsdag. Met Sander. En volgens mij heb ik daarna nog wat. Maar dat weet ik niet. Dit is wat ik aan heb vandaag. Dit pak is van Sarah. Ik heb het nu net gekocht. Ja. Ik weet niet echt of ik het leuk vind eigenlijk. Maar goed, ik ga het wel aan doen, want ik moet opschieten. Oké, ik was weer thuis van allemaal afspraken. En ik ging me even omkleden. En nu moet ik naar het gemeentehuis. Kennen jullie dat, dat je ergens zo extreem erg geen zin in hebt? En ik moet echt een nieuw paspoort bij me eens verlopen. En het is nu dinsdag en ik vlieg vrijdagochtend. Dus het is ook zeg maar echt niet een soort van, je kan dit nog wel even uitstellen. Ik moet echt nu gaan en ik moet ook een nieuwe Espa aanvragen. Denk ik nu. Oké. Jongens. Ik ga me er overheen zetten. Sander. This is such a romantic gesture. Gesture. You're welcome. Nu gaan we Olly halen. We kunnen ze ook aan Olly geven eentje. Als we er één bewaren voor Olly. Nee. Waarom niet? Dat grote hart. Dat is leuk. Olly noemt ballonnen babonnen. Hey guys, good morning. Ik heb gisteravond niet meer gevlogd. Maar we zijn het eten geweest met Mo en Lars en Olly en Sander. Sushi gaan eten, dat was heel lekker. En toen gaan slapen. Olivia werd alleen om 2 uur vannacht wakker. En ze moest echt super hard huilen. Dus ik heb niet heel lekker geslapen. En om 7 uur. En nou ja, volgens mij nog om 4 uur of zo. Maar goed, het is mooi weer vandaag. En ik heb dus echt maar 3 uur geslapen. En ik ga nu sporten. Daar heb ik niet heel veel zin in. Maar het moet. En dan heb ik een afspraak. En daarna ga ik foto's maken. En alle spullen van de Bijkorf voor Fashion Week zijn binnen. Ik ga zo ook even mijn koffer inpakken. That's it. Oké, guys. Ik was mijn oplader kwijt. Of mijn oplader. Ik was mijn vlogcamera kwijt. Ja, en hoe lang werkt het meisje nu voor? Letterlijk. Oh, hoe lang ken je haar? Mijn nieuwe stagiair. Hoe lang ken je haar? Die loopt ons huis in en die vindt hem. En ik heb hem 2 dagen gezocht. 17 seconden had ze nodig. Anyways, wij gaan nu naar Londen, dus ik zie je zo. Ik ga ook de vlog afsluiten voor deze week. Dat heb ik nog niet gedaan, want het is alweer vrijdag. Ik hoop dat hij wel lang was, aangezien ik mijn vlogcamera 2 dagen kwijt was. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben en ik zie jullie woensdag weer.